De effecten van de nieuwe duikerconstructie, de weg naar zee, zijn al te merken, zei minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken gisteren tijdens de start van de ontwateringswerken landbouwgebieden. Dit project loopt samen met de oplevering van de duikerconstructie in het gebied. De bewindsman stelt dat een kapotte sluis en kanaalonderhoud in de omgeving nog moeten worden bekeken. De waterpeil is gezakt. Toch? Dus je ziet het effect ervan. Maar er is ook een ander ding, want toen ik kwam, is niet zomaar dat ik ben geweest, keek ik naar de mangrovenstand. En mangroven heeft veel zoetwater nodig. Niet weinig. Als je een beetje zoetwater geeft, gaat het ook niet groeien. Ze hebben veel zoetwater nodig. Zoet en zout mengt met elkaar. En dat is die type mangroven die hier een beetje zit als je hem wil laten groeien. Dus je ziet van beide kanten hebben we hopelijk een... Naar de woorden van de president gebruikt, een doelpunt is goed. Voor die mangroven, maar ook voor die landbouwer. Ja, toch? En ik weet, de voorzitter van de RR, Weg naar Zee, en ook, ik zie DR-leden, zijn hier. Ik weet dat Weg naar Zee nog meer problemen heeft. Maar de landbouwers hebben gevraagd, maar dat moet daar onthouden, als we tenminste een paar kanalen, het zijn net drie die ze opnoemen, als je die onderhoudt, toch, dan zijn ze al heel blij. De financiering van de werkzaamheden is uit de overheidsbegroting. Het werk is binnen een paar maanden opgeleverd door een lokale ondernemer. Dus primair hebben we deze constructie aangelegd voor de landbouwers die last hadden van wateroverlast. En dat is in het gebied Weg naar Zee, dus die hebben het gelijk gemerkt. Dus ik roep alle landbouwers op die hier zijn om hun gebieden in productie te brengen. Maar omdat er wateroverlast was, konden ze dat niet, de plantjes gingen doen. Het effect gaat veel verder. 10, 15 jaar terug moest dit project uitgevoerd worden. De plannen waren al gemaakt, begroting was al gemaakt, maar het is nooit afgerond geworden. En dit project van hieruit gaat door tot naar Pomona Vijfde Rijweg in Saramaca. En u kent het probleem afgelopen jaren in Eureka, leiding 20, Pomona, altijd onder water. Dus op dit moment proberen we de waterstand daar ook te verlagen. Het is een hele afstand. De duikerconstructie hoeft niet beheerd te worden door een persoon, omdat het over een klep beschikt die zelf open en dicht gaat wanneer het water een ander peil aanneemt. Vooral de tuin- en landbouwers zullen profijt hebben van dit project, omdat ze nu beter in staat zijn om de productie te verhogen. Het project, met name het ophalen van kanalen en het vernieuwen van duikers, heeft ongeveer 3 miljoen SRD gekost.